Dit is een review van de Dynastar M-Cross 88. Getest door het pistetestteam van de Nederlandse Skivereniging. De Dynastar M-Cross 88 is min of meer gebouwd als een soepele freeride ski. De rocker, de vroeg oplopende voorkant aan de voorkant van de ski, is duidelijk aanwezig. En onze carve-techneuten van het testteam vinden dat wel eens lastig. Want als ze meer druk voor op de ski geven, dan reageert de ski daar eigenlijk niet op. De uitzondering is Nick in ons testteam, want die vindt het wel een fijne constructie. Een voordeel van zijn constructie is dat de M-Cross 88 het heel goed doet in zachte sneeuwsoorten. Bijvoorbeeld papsneeuw, natte sneeuw of een laag verse sneeuw op de piste. Bovendien draait hij als een tierenlier pivoteert, draait onder de binding heel makkelijk. Hij vraagt nooit energie van de skier en hij is zeer vergevingsgezind. Kleine technische fouten doen er niet toe. Lange of korte bochten gaan even makkelijk, slippend stuurt hij super makkelijk. Hij is helaas niet perfect geslepen en daardoor mist hij wat grip. Maar met een goede slijpbeurt zou dat verholpen moeten zijn. Het is een energiebesparende supercruiser voor licht tot en met ver gevorderde skiers en voor beginnende freeriders. En denk daarbij zeker ook aan jeugd.